Goedemiddag iedereen. Ik ben Boris Mizerny, een leerling van onze hotelschool en reizende butler op dit moment. En voor mijn job reis ik heel vaak, kom ik op nieuwe plaatsen terecht en ontmoet ik ook heel vaak nieuwe mensen. En iets wat mij toch wel verbaasde in het begin is wie ik ook ontmoette, dat die heel vaak een verhaal te delen hebben over onze hotelschool. Zij het als familielid, vriend of kennis, of als zelf coxidiaan zijnde, oud leerling. En hoeveel jaren er ook tussen ons kunnen zijn, toch deelden wij altijd dezelfde verhalen, dezelfde passie, dezelfde goede herinneringen aan onze hotelschool. En als ik onze hotelschool in één woord zou moeten omschrijven, zou ik toch verbondenheid kiezen. Wij als kleine school toch, als klein land ook, zijn toch zo verbonden. Overal in al die steden en die landen ter wereld, van New York tot Dubai, kom je wel een coxidiaan tegen of iemand die iets te vertellen heeft over onze hotelschool. En dat is toch iets waar wij trots op mogen zijn. Om toch zo sterk te zijn en zo verbonden te zijn. Om op elkaar te kunnen rekenen ook als oud-leerlingen. En zeker in deze tijden. Ik wens jullie allemaal nog veel succes en bon courage in deze bizarre tijden.